in Leiden is het belangrijk om een verschil te maken eigenlijk tussen twee verschillende mensen. En dat zijn de Leidenaren en dat zijn de Leienaren. Dat moet je natuurlijk wel goed uitspreken. En de Leidenaren, dat zijn de mensen die hier wel in zekere zin bij de stad horen, maar hier niet geboren zijn. Dus de studenten vormen daar een categorie. De echte Leidenaren die zijn hier geboren en getogen. En er was hier een man en die woonde op de grens met Leidendorp en Leiden. Leidendorp wat daar ligt. En dat was echt een Leidenaar. En wat hij deed is, hij vond het niet leuk dat hij net in Leidendorp woonde. Dat was echt een Leidenaar. Dus hij liet zijn gevel uit aannemen. En liet een stukje verplaatsen dat hij ook net bij de gemeente Leiden hoorde. Maar het gevolg was dat hij dubbel zoveel gemeentebelasting moest betalen. Dat pakte niet heel goed uit. Coming up, we can see the flower factory. It's a very important building for the city. People have different judgments about its beauty, but it's because it's important at the time. They decided to keep it, and they are currently renovating it to build houses, which took a very long time. For over 100 years, it has been in operation, so that's pretty. Pretty long time for her factory, and at its peak it was good for more than 20% of Dutch bread, so that's also quite so the mill fabriek echt belangrijk geweest voor Leiden, maar ook voor Nederland. Heeft een hoop voor een hoop brood gezorgd en ze zijn nu aan het renoveren om er wat moois van te maken, maar omdat het dus echt industrieel erfgoed is voor de stad, altijd besloten om te laten staan. Straks aan de linkerkant tussen deze twee gebouwen in ziet u een vogelnest. Nou, dat is niet van een echte vogel, maar wel van een man die probeerde er eentje te zijn. De Leidse koekeroe. Om even zo te zeggen, Leidse koekeroe. Ik kan het bijna niet uitspreken. Je ziet de birdnest over daar. En een artist lived there for a few weeks to see what it was like to be a bird. Eventually you had to go out. There were people living here and they didn't really like the sight of him needing to go to the toilet every time. So they had to take it. Oh my goodness. Wow. Vreemde vogel. So how long did you stay there? 2 weeks. 2 weeks. To si musíme vymluvit, ja mám ešte. Can you love her? Yeah. Hier zien we het Ankerpark en aan de stervorm van de stad zijn er een aantal dingen te ontlenen. Zoals je ziet, zigzagen we altijd een beetje om de hoeken van de stad heen. En daar stonden vroeger natuurlijk kanonnen en die hoeken waren nodig om een goede schietwijze te hebben. Zodat je elke kant... GoPro, stop recording.